Mijn werken gaat natuurlijk niet alleen in Nederland. Dat gaat natuurlijk ook in Europees verband. Zeker. Dus wij hebben unieke gelegenheid om vandaag via een videoverbinding contact te zoeken met een andere gast. Ook een hele belangrijke gast. Diederik Samson. En Bernard, jij vond het wel leuk om nog wat tegen Diederik... Dag Diederik, hallo. Dag Diederik. Ja, kijk, hallo Diederik, allemaal. Hey Diederik, ontzettend leuk dat je het doet op de eerste plaats. Kijk, hij was natuurlijk in feite onze baas. Hij heeft de klimaattafel Bouw de Omgeving voorgezeten. En voorzitterschap bij Diederik is geen democratisch voorzitterschap. Dat is gewoon doorduwen, doen en doen en doen. En wat wij aan het doen zijn de afgelopen jaar is eigenlijk in het verlengde van wat hij ons eigenlijk opgedragen heeft. Maar ik ben ontzettend nieuwsgierig hoe je nou ook in Brussel de mensen op één rails krijgt. En in dezelfde klimaat krijgt zoals je ons toegekregen hebt. Ik ga graag naar je luisteren, Diederik. En wij ook, Diederik. Dus weet je wat, ik kan je nog wel introduceren, maar ik zou eigenlijk bijna zeggen, wie kent jou niet? En je bent onze steun en toeverlaat nu in Europa, in Brussel. Take it away, Diederik. Ja, dankjewel. En leuk om hier te zijn. En allereerst, ik ben hier op het slot-event van de bouwagenda. Ooit zei Bill Clinton volgens mij tegen Wim Kok over de derde weg. You were first, Wim. En dat zou ik nu kunnen herhalen, hè? You were first, Bernard en Etty, als het ging om het opschalen van de bouw, de innovatie die nodig was, de grootschaligheid die nodig is om die enorme verduurzaming van de bouw waar te maken. Ik heb dat, Bernard wees er al op, mogen voortzetten in het verband van het klimaatakkoord. Maar we hebben daar juist in dat verband ongelooflijk goed samengewerkt om die renovatieversneller, maar ook allerlei andere onderdelen die nodig zijn. Onderdelen van de basis die je eerst moet leggen om ervoor te kunnen zorgen dat je die bouwtransitie gaat versnellen. Dat hebben we in het klimaatakkoord met elkaar afgesproken. En nu komt het nog op de uitvoering aan. Er zijn drie dingen die daarbij kunnen helpen waar ik enigszins bij betrokken zou kunnen zijn. Nou ja, eigenlijk eentje niet, maar daar kom ik het straks nog wel op. Maar allereerst inderdaad die Green Deal die we vanuit Europa nu hebben. Want het klimaatakkoord in Nederland is onderweg. Maar inmiddels kijken we in Europa alweer verder en ambitieuzer. We zullen eind juni een pakket aan wetgeving naar alle lidstaten brengen. Voorstellen aan iedereen om die 55% te gaan halen. Dat pakket heet dan ook met een mooie naam het Fit for 55 package. En onderdeel daarvan is uiteraard dat de verduurzaming van de bouw nog veel sneller moet dan we ons eigenlijk hadden voorgenomen. En eerlijk is eerlijk, de snelheid die in het klimaatakkoord was voorgenomen is al voor heel veel mensen adembenemend. En toch is het nog niet voldoende. We hopen daar wel bij te kunnen gaan helpen op verschillende manieren vanuit Europa. Uiteraard met regelgeving en ervoor zorgen dat er ook allerlei doelstellingen worden gemaakt en de EPBD, hè, de bouwbesluit, verder aanscherpen, zodat nieuwe gebouwen, maar ook bestaande gebouwen, sneller aan duurzaamheidseisen moeten en kunnen voldoen. Maar ook met een enorm programma wat we de Renovation Wave hebben genoemd. Want datgene wat natuurlijk in Nederland is begonnen door de bouwagenda, heeft ons op Europees niveau geïnspireerd om hetzelfde te doen, maar dan niet voor 7 miljoen objecten of 8 of 9, afhankelijk van hoe je telt in Nederland, maar voor 200 miljoen objecten. Inclusief die dorpen die achterin het land van Bulgarije staan. Of op het platteland van Roemenië. Waar op een heel andere manier gebouwd wordt. En dan kan ik jullie verzekeren, ik weet niet of het een troost is, maar in Nederland zit je er nog altijd heel goed bij. Ook als het gaat om die opgave van verduurzaming. Want elders in Europa weten we nog nauwelijks waar we moeten beginnen. En toch gaan we het wel doen. 200 miljoen gebouwen in de komende 30 jaar verduurzamen richting die klimaatneutrale toekomst die we in 2050 uiterlijk moeten hebben bereikt. Daar is wel heel veel voor nodig. Innovatie, regelgeving, maar ook geld. Investeringen. En dat is het tweede deel, naast die Green Deal, waar we nu werk van maken. Dat heeft alles te maken met corona. En het herstel wat we daaruit nu moeten gaan vormgeven. Ik zeg nu, dat is licht hoopvol, maar laten we zeggen, ergens in de komende zomer hopen we toch allemaal uit die deken van corona te kunnen opklimmen en richting een nieuwe toekomst te gaan kijken. En die toekomst zal er groen uit moeten gaan zien.
En daar heeft zich de afgelopen jaar natuurlijk wel iets heel moois, zou je haast kunnen zeggen. Al is het in coronaverband moeilijk om over moois te spreken, maar toch iets hoopvols voorgedaan. Want waar normaal gesproken, in, laat ik zeggen, normale tijden, politici, maar ook maatschappij, bij iets als de coronacrisis, zo'n enorme crisis die al onze aandacht, al ons geld, al ons politieke kapitaal vergt. In normale tijden wordt dan heel snel een groen plan, een groene toekomstvisie onderin de laag gelegd. Ja, dat is voor later. Daar hebben we nu even geen tijd voor. Geen tijd voor groene hobby's. En ditmaal is het totaal anders gegaan. Ditmaal hebben we de Green Deal juist in het hart geplaatst van het herstelprogramma naar die toekomst toe. Dat is ook wel logisch. Als je toch een economie moet gaan opbouwen na corona, dan kun je het beter in één keer goed doen dan terug te keren naar het oude normaal en dan vervolgens alles weer richting verduurzaming te moeten brengen. We hebben nu een kans om het in één keer goed te doen. En we hebben geld. 750 miljard euro is er op Europees niveau vrijgemaakt om dat herstel te begeleiden, te betalen. Dat is nog niet eens alles, maar het is wel een enorme impuls. En Nederland heeft recht op een deel daarvan. 5,6 miljard euro. Helemaal gratis. Nou ja, u heeft er al lang voor betaald, dus ik zou er ook maar gebruik van maken. Daar aarzelt Nederland nu nog wat. Maar goed, laten we daar even doorheen kijken en zien wat is er nou nodig om dat wat de bouwagenda ooit in gang zette, wat in het klimaatakkoord is afgesproken, wat straks door de Green Deal nog een schepje scherper en ambitieuzer moet. Wat is er nou voor nodig om dat mogelijk te maken? Nou ja, jullie weten het nog beter dan ik, maar kijk eens naar de woningbouwcorporaties. We hebben in het klimaatakkoord afgesproken, die zogenaamde renovatieversneller, die corporaties, die moeten gaan investeren in hun woningen om ervoor te zorgen dat die versneld verduurzaamd worden. Dat is niet alleen goed voor het milieu, dus ook nog goed voor een eerlijke samenleving. Want juist bij woningbouwcorporaties huren de mensen met een wat kleinere portemonnee. En wat is er nou mooier dan hen niet alleen een comfortabelere woning te geven, maar ook een lagere energierekening. Moet je er wel voor kunnen zorgen dat die investeringen niet gepaard hoeven gaan met enorme huurverhogingen, waardoor de mensen die daar wonen alsnog slechter af zijn. Daar is dat extra kapitaal wat nu vanuit Europa richting alle lidstaten gaat, waar Nederland dus ook gebruik van kan maken. Daar is dat kapitaal natuurlijk enorm geschikt voor. Van die 5,6 miljard euro. Stel dat je er 1 miljard voor zou nemen. Misschien 2. Hoeveel sneller zouden we dan met z'n allen die renovatie kunnen gaan vormgeven? Ik zou het wel weten. Het is uiteraard aan Nederland. En dan kom ik bij het derde, waar Bernard al over sprak en waar ik niet bij betrokken ben, maar wat wel erg belangrijk is, dat regeerakkoord. Deze afspraken moeten uiteraard in dat regeerakkoord landen. Om meerdere redenen. Omdat het de plek is om dit soort afspraken te maken. Maar ook omdat er wel een beetje haast bij is. De deadline voor het indienen van plannen bij Europa. Voor het doen van die investeringen. Voor die 750 miljard. Die deadline die ligt in april. Die gaat Nederland al niet eens halen. Dat is een licht gênante toestand. Maar daar kunnen we nog wel mee leven. Maar dan moet je niet nog veel langer gaan wachten. Dus wat mij betreft. Europa rolt zijn regelgeving en zijn wetgeving uit in juni. Nederland maakt een regeerakkoord ergens tussen nu en juni. En dan kunnen we met z'n allen aan de slag. Op naar die toekomst waar de bouwagenda ooit zo'n mooi begin van maakt. Diederik, dank je wel. Duidelijk verhaal. Wat bij mij dan ook nog wel een beetje jeukt, en dat zal je natuurlijk ook wel herkennen. Je kunt vanuit Europa natuurlijk geld beschikbaar stellen. Je kunt technieken aan elkaar koppelen. Je kunt de landen stimuleren. Maar hoe ga je die mensen meekrijgen? Komt er ook een soort gedragsunit om te kijken hoe je dat het beste kunt aanpakken? Ja, zeg ik erbij, maar met enige terughoudendheid. Want we moeten ook wel ons realiseren hier in Brussel waar we goed in zijn en waar we niet zo goed in zijn. En communiceren direct met Europese burgers, daar is Brussel eenmaal niet zo goed in. Dat zouden we heel graag anders willen zien en daar gaan we ook wel op oefenen, maar dat duurt best lang hoor. Dus kijk, wat ons betreft gaat het erom dat wij nu de omstandigheden creëren, de financiële omstandigheden en de wetgevende omstandigheden, om dit mogelijk te maken. En het aardige is dat wat ik de afgelopen tijd meemaak, als we spreken met mensen, want dat doen we gelukkig best heel veel, zelfs in deze coronatijd, dan voel ik juist dat dat meekrijgen van mensen steeds makkelijker gaat. Tot op het punt dat wij hen niet mee moeten nemen, maar zij ons. En dat gaat ver. Dat zijn niet alleen de jongeren die in de Fridays for Future Mars op straat
roepen dat de regeringsleiders het erbij laten zitten en hun toekomst op het spel zetten. Daar hebben ze nog een punt ook. Maar het zijn ook de CEO's van grote bedrijven die inmiddels het licht hebben gezien, eigenlijk een soort sneak preview van de toekomst hebben gezien en nu zeggen tegen ons, schiet nou eens op met die regels, want wij willen naar die toekomst toe en wij kunnen niet zonder dat het wetgevende kader daarvoor verandert. Tot en met huizenbezitters, die als je eenmaal laat zien dat inderdaad een comfortabeler huis een lagere energierekening oplevert en dus wat extra koopkracht aan het eind van de maand, helemaal niet zo beroerd staan te kijken en denken, hé, waarom doen we dat eigenlijk niet wat eerder? Ja, nou, vanuit mijn vakgebied, hè, met de combinatie tussen klimaat, duurzaamheid en gedrag, weet ik dat we, je klimaat ook, je kunt alle kennis overdragen, maar mensen voelen het als een soort van ongemak, gaan in een soort weerstand. En vanuit de psychologie blijkt dat als je mensen mee wil krijgen, dat je ze eigenlijk vooral gemakkelijk moet maken. En daar sluit een vraag aan die binnenkomt van Ernst Fuik. Waarom aarzelt Nederland dan om die 5,6 miljard in te zetten? Ja, dat is een mooi verhaal. Niet zo heel relevant voor de bouwagenda, maar toch maar even. Kijk, Nederland heeft, en dat hebben jullie allemaal gezien in de vorm van Mark Rutte, nogal moeilijk gedaan over dit herstelpakket. 5 dagen in juli, 4 nachten lang, riep hij dat het allemaal eigenlijk maar wat minder kon en dat wij niet zomaar geld gingen geven aan Zuid-Europa. U kent die retoriek wel. Wat daar dan tegenover moest staan, waren scherpe hervormingen om de economie van die landen ook te versterken. Dan heb ik het over pensioen en arbeidsmarkt. En overigens had Mark Rutte daar ook wel een punt. Maar dat geldt vice versa ook. Nederland zal ook een aantal dingen moeten doen om de economie te versterken en toekomstbestendig te maken. En dat staat bovenaan het Europese lijstje. De aftrekken van de hypotheekrente, de hypotheekrenteaftrek versneld afbouwen en de belastingontwijking aanpakken. En reken maar dat de andere Europese landen Nederland daaraan zullen houden, zoals Mark Rutte hen eraan houdt. Nou, en dan was de regering die net tegen het einde aan het lopen was, hè, waar we nu sinds gisteren een nieuw parlement voor hebben gekozen. Dus het vorige kabinet, ja, dat zag het natuurlijk niet zo zitten om op dit moment met dat soort maatregelen te gaan komen. Het politieke draagvlak ontbrak. Nou, daar is deze nieuwe formatie natuurlijk ideaal voor. Nieuwe partijen aan tafel, nieuw elan, nieuw momentum. Dus ik zou zeggen, hup, ga ervoor. Het aanpakken van een belastingontwijking lijkt me sowieso een heel goed idee. En die hypotheekrenteafbouw, dat waren we eigenlijk ook al wel van plan. Maar ja, dan heb je natuurlijk ook over, je zegt, er komen nieuwe mensen. Vooralsnog lijkt het redelijk nog bij het oude te zijn en wat verwisseling van poppetjes. Maar wat wel in deze verkiezing heel sterk naar voren kwam, we kunnen het niet alleen. We hebben Europa en de rol van Europa nodig. En daar is de Green Deal van jullie natuurlijk een uitgelezen kans voor. Want als Europa zegt, luister, 55% moeten we gewoon gaan halen in 2030. Dat legt de lat behoorlijk hoog. Dus die ambities moeten we ook hoog leggen. En Joris van der Heuvel vraagt, wat gaat de Nederlandse gebouwde omgeving dan specifiek van de Europese doelstelling van 55% merken? Om die doelstelling te halen, zullen we, ik zei het al, de gebouwde omgeving versneld moeten verduurzamen. En wat ga je dan merken? Laat ik er één voorbeeld uitpikken. Er is een energieprestatierichtlijn voor gebouwen. Die Europese woorden zijn onnavolgbaar, maar dat is een richtlijn die voorschrijft hoe een gebouw in elkaar moet zitten. Daar is het Nederlandse bouwbesluit van afgeleid en nog heel veel andere regelgeving. Dat hebben we een tijdje laten sudderen. Daar staan wel voorschriften in, met name voor nieuwbouw. En dat leidt overigens ook wel tot duurzamere nieuwbouw. Maar daar gaan we echt een enorme slinger aan geven. Zowel voor die nieuwbouw overigens, dus klimaatneutraal wordt volledig de nieuwe norm, maar ook voor de bestaande bouw. En dan beginnen we uiteraard met de utiliteitsbouw, hè, de advocatenkantoren, want die kunnen dat uit hun uurtarief nog wel financieren. Uiteraard de overheidsgebouwen, want ja, daar zijn we met z'n allen voor verantwoordelijk. Daar moeten we ook het goede voorbeeld bij geven. Maar misschien komen we ook nog wel een keer uit bij bestaande huizen. Waarbij we op een gegeven moment zeggen, joh, in 2040 kan eigenlijk een huis gewoon niet meer een label D, E, F of G hebben. En dat zijn ingrijpende maatregelen waar we overigens op dit moment nog over nadenken en nog geen besluit over hebben genomen, want dat gaat altijd in samenspraak met iedereen zo'n beetje. Maar daar zou je aan kunnen denken.
een versnelde stok achter de deur. We hebben overigens gezien hoe goed dat werkt in Nederland, waarbij op een gegeven moment gold dat voor kantoren een label C verplichting gold. Dus investeerders, vaak zijn kantoren in handen van investeerders, dachten, hé, nou laten we dat dan maar doen. En nou we toch bezig zijn, waarom eigenlijk stoppen bij label C? Waarom kunnen we niet door? En dan zagen ze dat het onderhoud en de energierekening van die gebouwen ook dramatisch verbeterde. Dus door die stok achter de deur help je innovatie en nieuwe creativiteit weer vooruit. Maar Diederik, sorry dat ik je onderbreek, maar het is natuurlijk ook wel zo dat die regelgeving af en toe elkaar een beetje bijt. Hè? Als je het hebt over gebonden financiering. Als je dat bekijkt voor particulieren, dat botst nu met de Europese wetgeving in. Hoe ga je dat dan regelen? Dat gaan wij nooit voorkomen. Ik ben altijd een voorstander geweest van het eerlijke verhaal. En dat geldt hier ook. Het zal altijd zo blijven dat specifieke wensen op specifieke momenten in specifieke lidstaten niet altijd worden geholpen. Wat ik wel kan beloven is dat mocht dat ergens vastlopen, bijvoorbeeld in dit geval, dan doen we er alles aan om dat weer los te trekken, de regels daarvoor aan te passen. En Europa wordt daar overigens ook steeds beter in. 50 jaar oefenen. Dat helpt. Dus ik ga er echt van uit dat we op vrij korte termijn, ook als het gaat om het financieren van deze hele operatie, dat we daar ook stappen in kunnen zetten. Kijk, een van de zaken waar we inderdaad over praten, toevallig hadden we het over de hypotheekrenteaftrek in een vergelijkbaar verband, maar toch een beetje anders. Maar het financieren van de verbouwing van een woning, dat is in Nederland is dat lastig, omdat we eigenlijk al overgefinancierde huizenmarkt hebben. Iedereen zit te diep in de schulden, dat is een zorg. Dus zodra je gaat voorstellen om iedereen de hypotheek maar wat te verruimen om de verbouwing te kunnen betalen, dan beslagen ramen bij de autoriteit van de financiële markt. En nog meer zenuwen, ook hier in Brussel overigens. Nou, daar moeten we toch nog eens een keer goed naar kijken, want als wij de regels veranderen voor de financiering van deze hele verduurzaming, dan hoort dit er ook bij. Zeker. Nou, Olivier Lauterslager, dank dat jij deze vraag stelde aan Diederik. Ik vertaalde hem even, maar je hebt het gezegd. Diederik, nog een hele korte laatste vraag aan jou. En ik weet, voor politici is het kort om kort antwoord te geven een uitdaging, maar dat kan jij. Wat moet er volgens jou het regeerakkoord om die bouwagenda door te kunnen voeren? De harde afspraak dat we, beginnend bij de woningbouwcorporaties, die financiering van deze verduurzaming vanuit met z'n allen, dus vanuit publieke middelen, mede gaan betalen. Het idee dat het zichzelf financiert klopt nog steeds, maar als we daarop wachten, dan gaat de traagheid van deze operatie ons parten spelen. We zullen echt met een vliegwiel moeten komen. De bouwagenda heeft daarvoor de elementen aangedragen aan het regeerakkoord om dat in elkaar te zetten en te laten draaien. Nou, meneer Samson, Diederik, ongelooflijk bedankt. Doe de groetjes aan Frans Timmermans, want laten we wel wezen, het feit dat jullie daar in het Europese parlement zo actief zijn op klimaat- en duurzaamheidsbeleid, dat doet wel veel hier in Nederland. Dus blijf vooral zitten en blijf het promoten. Ik ben in elk geval heel erg blij met jullie. Dank jullie wel. Het gaat je goed. Dank je wel, Diederik. Graag gedaan. Ja. Veel succes daar. Dank je wel.